schoonheid is, of je kijkt niet naar schoonheid, of je kunt niet naar schoonheid kijken, dan vergiftig je jezelf eigenlijk met alles wat geen schoonheid is. En er is een hele hoop wat geen schoonheid is. En ik heb dan een beetje het geluk dat ik aan de goede kant van de bar sta in deze, hè, dat ik met schoonheid bezig ben. Op een school terechtgekomen waar ik een tekenleraar ontmoette die een beetje wat meer zag dan een ander. En die zei, Theo, jij moet eens een tijdje gaan tekenen, jongen. Dat deed jij toch vroeger altijd? Ik zei, oh, weet jij dat nou? Ja, hij zei, ga dat nou maar doen, jongen. Dan kom jij een beetje in balans. De veelzijdigheid van mijn zijn, ja, dat is eigenlijk dat ik dus toch ruimte gegeven heb aan de talenten die je opvoelt borrelen op de een of andere manier. Nou ja, die verschillende uitingsvormen, die zitten natuurlijk in het maken van schilderijen, hè, wat heel kleurrijk is, in het maken van driedimensionale bronzen en stenenbeelden, in het schrijven van teksten en eigenlijk ook in mijn healerschap. Ik was kampioen boksen natuurlijk, van Oost-Midden-Nederland, 2 jaar achter elkaar. Daar heb ik gewoon geleerd geen grote mond te hebben, want ze sloegen me alle kanten op in de ringen. Ik heb me toch altijd behoorlijk naar binnen gekeken bij mezelf. En ja, naar de krachten die ik wezenlijk heb, daar heb ik ook mee gewerkt tot op de dag van vandaag. En ik denk dat dat ook de levenskunst is om dat vol te houden. Dus never give up. Dat is een rode draad in mijn leven. Ik ben grenzeloos, snap je? Maar je kan in deze wereld niet grenzeloos zijn. Als je mij diep in mijn ogen kijkt, dan voel ik mezelf helemaal nog niet 71 jaar. Ik ga nog de sportschool in en je lag hier nog kapot als je ziet wat die oude gek daar doet, hè? Doordat je dat stukje kind zijn en je enthousiasme bewaard hebt, waar je eigenlijk ongebreideld nog in je fantasie kan, zonder dat daar van allerlei restricties aan verbonden zijn. Hè? De geest van de kunstenaar is altijd al verder, alweer op weg als er iets klaar is. Hè? Die kijkt nooit naar wat er is, die kijkt wat er gaat gebeuren. Ik in ieder geval. Ja, what is next? Dan denk ik eigenlijk, als ik de gang zie hoe mijn leven tot nog toe verloop is, dat ik eigenlijk nog steeds de diepte in wil met de dingen waar ik mee bezig ben. Wat ik ervaar van mijn bestaan als kunstenaar, hè, van wat heel moeilijk is en wat hemels is. Soms zijn er momenten, dan maak je iets en in dat stukje herken je de schoonheid van waar je mee bezig bent. En dat is eigenlijk alles, ja, alles overtreffend om het door te kunnen zetten.